Aan tafel gaat zitten de Vlaamse schrijver Bart van Loo. Een goede oude bekende van ons. Hij gaf in de afgelopen 14 seizoenen talloze colleges over het Franse chanson. We spraken een keer over Napoleon. Onze gesprekken gingen in ieder geval eigenlijk altijd over Frankrijk. Dat verandert vandaag met dit dikke boek dat door de Belgische krant De Morgen al is bejubeld met 5 sterren als een meesterwerk. De Bourgondiërs, aartsvaders van de Lage Landen, dat is de titel. Als we willen weten hoe de Nederlanders zijn ontstaan, dan moeten we volgens Bart terug naar het Bourgondië van de middeleeuwen. De tijd van de huwelijken, de banketten, de ridderidealen en de veldslagen. Want zonder de Bourgondiërs geen België en zonder de Bourgondiërs ook geen Nederland. Bart, ik heb enige ervaring met het interviewen van jou hier aan tafel. Ik heb daar vroeger veel ambities bij gehad. Ik heb op een gegeven moment alle hoop laten varen. Jouw duivels enthousiasme gekoppeld aan jouw verbale acrobatiek liet mij altijd al heel snel op achterstand. Inhalen kon ik je nooit meer. Je begon en ik probeerde er nog wel eens tussen te komen. Zal ik proberen? Ik luister, ik zit op rij 1. Georgina zit op rij 1. Barst los. Laat ik beginnen met toch wel een vraag. Je keek altijd naar het zuiden. Je keek altijd naar Frankrijk. Je bent nu eigenlijk... Ja. Je hebt je neus gedraaid. Altijd zuidwaarts naar Frankrijk, het muurtje over. Ik ben geworden wie ik geworden ben door met te laven aan die Franse cultuur. Maar op een dag besefte ik dat mijn voeten nog altijd hier stonden. In de zanderige ondergronden van de Kempen, de Antwerpse Meer. Ondertussen ben ik verzeild geraakt in de West-Vlaamse klei door mijn steeds frequentere doortocht in het noorden, bekend is gemaakt met de Hollandse poldergronden. En ik ben mij gaan interesseren voor mijn voeten. Enfin, voor mijn wortels, voor onze wortels. Mm-hmm. En ik stelde me de vraag, ja, maar hoe is het hier dan geworden tot wat het geworden is? Mm-hmm. En om een antwoord te vinden, ben ik voor de bibliotheek van onze nationale historiografie gaan staan. En daar staat 1 naam te fonkelen in neonletters. Willem van Oranje. Mm-hmm. Ik bedoel, wij... Aartsvader. Ja, en die staat er zo te fonkelen dat wij daar naar kijken zoals konijnen staren in de koplampen. We zien alleen nog maar dat. Maar de waarheid is, Matthijs, Willem van Oranje is niet het nulpunt van onze geschiedenis. Luister. 2 eeuwen ervoor, in de volle middeleeuwen, hoe zien onze contraien eruit? Mm-hmm. We hebben wat is een lappendeken van hertogdommen en graafschappen die niet zoveel met elkaar te maken hebben, die ofwel tot het Franse Koninkrijk behoren ofwel tot het Heilige Roomse Rijk, dus tot Frankrijk of Duitsland. Dat is wat er is. En op geen enkele tafel lag het plan klaar om tussen die 2 supermachten een nieuwe staatkundige eenheid te creëren. En toch, het gebeurt. In de 14e, 15e eeuw ontstaan wij, de Lage Landen, de Nederlanden en de Bourgondiërs, de vergeten helden van mijn boek, die hertogen, die zijn de katalysatoren van wat je zou kunnen beschouwen als een soort van historisch-chemische reactie. En het is dat oerverhaal, dat vergeten oerverhaal, dat ik in dit boek vertel. Wie zijn de Bourgondiërs?